Vandaag hebben we runderpoulet in het zuur. Dus begin even op tijd met je voorbereiding. We hebben nodig 500 gram runderpoulet, 12 aardappels, 1 pot rode kool, 1 derde deel water, 2 derde deel azijn, 2 rode uien, 4 blaadjes laurier en 4 kruidnagel, 3 eetlepels stroop en een beetje bak- en braadproduct. Doe de runderpoulet in een grote kom en voeg hierbij de 2 laurierblaadjes met daarin de geprikte kruidnagel. Doe er de helft van de uien bij, de helft van het water en de helft van de azijn. En laat dit 8 tot 24 uur zo staan. Realiseer je dat het nog 2 uur duurt voordat je aan tafel kan, want we gaan het gerecht nu bereiden. Giet het vlees nu af en dip dit droog met keukenpapier. Wrijf het vlees vervolgens in met peper. Breng wat bak- en braadproduct aan in de pan en schroei daar de runderpoulet dicht. Doe hier vervolgens de andere helft van de uien, azijn, water, laurier en kruidnagel bij en ook nog 3 eetlepels stroop. Laat het geheel 2 uur sudderen. Het heeft even geduurd, maar nu heb je er ook iets voor. Heerlijke runderpoulet in het zuur, rode kool en gekookte aardappels. Smakelijk eten!